Sta je bij Angelique en Angelique heeft hier een leuke kledingzaak en dat heet Katootje. Er is ook een vestje van. Ik ben met Katootje naar de bodemmarkt geweest. Angelique, jullie verkopen kleding namelijk. En we zijn nu in de coronatijd. Alles zit op slot, helemaal vast. Hoe ervaren jullie dat? Goedemorgen, Katootje aan de botermarkt. We vinden het gewoon heel erg dat het op slot zit. En we hebben nu wel gelukkig door mensen onze telefoonnummers te geven. Telefoonnummer om ons te bellen voor spullen. Maar je bent gewoon heel erg druk. Een vrouw vraagt aan mij, wil je mijn broek doen? Ja, je gaat niet met één broek naar een mevrouw toe. Je gaat met 5 broeken er naartoe. Ja, dan kom je daar met 5 broeken. En ze mogen dan lekker passen. Daarna haal ik het weer op. Ja, dan is het toch wel, had ik nou maar een maat kleiner, dan had ik die ook nog even kunnen passen. Dus je bent wel heen en weer aan het rijden om dan, je spulletjes te verkopen. Het is hartstikke leuk. En ja, vrouwen zeggen bij ons eigenlijk, we hebben echt damesmode. Ja, ze willen het voelen, ze willen het aanzien. Telefonisch bellen en het gelijk nemen. Je moet het aandoen, je moet je schoentje erbij, je wilt er nog wat bovenop. Ja, en dan vragen ze daarna, heb ik de broek? Nou, heb je er dan ook nog een leuk shirtje? En vooral kijken of het nog mooi is ook nog. Ja, precies. En dan hebben ze ook nog zo van, heb je er dan ook nog een shirtje bij? Dus dan ga je er weer heen met meerdere shirtjes in de goede maat. En ja, het is wel een heel werk om het te doen. En ja, dat click and collect wat heel erg leuk is bedacht om het fun shoppen tegen te gaan. Ja, dit werkt gewoon niet in onze winkel. De winkel, vrouwen die zeggen tegen mij, ik heb geen laptop, ik kan niet op internet. Dan mogen ze je bellen. Ja, dan zeg ik, dan na 4 uur mag je het pas ophalen. Dat werkt eigenlijk ook niet. Ja, bij ons gaat het echt om, ze moeten het voelen, ze willen het aandoen, ze hebben toch, zit het netjes. Ze willen er even bij het gevoel. En wat vooral ook bij ons in de winkel is, is vooral dames hebben ook behoefte aan een praatje, aan een gezelligheid. En dan gaat dat oog opeens naar een mooi shirtje of een dingetje. En dan zegt ze, dat vind ik ook wel leuk. Nou, mag ik dat eens even aandoen? Zo werkt het in de damesmode. Angelique, we mogen met z'n allen maar hopen dat het snel voorbij is. En dat u de tent weer snel kan openen, zoals het altijd was. En dat het weer mooi en leuk en gezellig wordt. Want het is nu ook niks. Ik wens u heel veel succes. Ja. En ik denk ook wat ze misschien nu een beetje aan het vertellen zijn over dat we weer wat open mogen. We kunnen heel goed op afspraak werken. Als iemand komt, dan kan je gewoon zeggen van kom om 10 uur. Nou, en dan kan je lekker even 1 op 1. Ik zeg ook, hier loop je geen besmetting op. We zijn een klein winkeltje, we zijn 1 op 1. Staat er iemand binnen, dan zegt die mevrouw, dan wacht ik wel even buiten. Zo ging het vorig jaar ook en het ging perfect. Hier heb je echt geen besmettingsgevaar. Heel hartelijk dank. En ik wens je veel plezier. Ik wil heel graag weer open en ik hoop dat het binnenkort weer mag. We zullen het hopen. Dank u wel. Ja, we staan hier bij Sings. Sianne, hoe heb jij de corona doorstaan? Ik was wel blij eigenlijk dat ik gewoon wel naar de winkel kon om met mijn collega's samen te kunnen zijn. En dat je toch even van huis af bent. En we hebben natuurlijk altijd wel wat taken te doen in de winkel. Eerst een grote schoonmaak, de administratie even opschonen, gewoon een grote voorjaarsschoonmaak. Ja, jullie mogen officieel niet open natuurlijk, hè? Nee. Maar zijn jullie elke dag hier aanwezig? Ja, omdat we nu ook een pick-up point zijn, zijn we van 10 tot 6 hier aanwezig. Dus betekent dus dat mensen thuis bestellen het hier kan afhalen. Ze kunnen het dan telefonisch bij ons doen en dan kunnen ze het dezelfde dag na 4 uur ophalen. Wat zal er werk zijn als iets niet goed is, om dat te ruilen, et cetera, met die coronatoestand? Ja, dat komt op zich niet zoveel meer voor. Dus we hebben ook een pinautomaat. Dat maakt het ook allemaal wat gemakkelijker als er een paar schoenen niet goed zijn. Dus, en betalen gaat nu ook vrij makkelijk zo. En hoe draait die omzet nu bij normaal vergeleken, zeg maar? Wel een stuk minder. Een stuk minder, ja, dat kan ik me voorstellen. Nog een webshop, dus dat gaat natuurlijk nu heel hard. Het is allemaal maar een beetje ongezelliger. Ja, dat zeker. We missen de klanten heel erg, ja. En ik neem aan dat de mensen schoenen kopen, dat ze ook eerst moeten passen? Dan kunnen ze gewoon thuis passen. En mocht het niet goed zijn, dan kunnen ze het, als ze het hier hebben gekocht, terugbrengen. Ja. En via de webshop gewoon terugsturen. Dat we open kunnen op afspraak. Dat zou echt al een stuk schelen.
Veel plezier. Ja. En veel goede zaken toe verder. Ja, zeker. Dank u wel. Goedemorgen, we staan hier bij Handyman. En Handyman is een onderdelenshop. Ik sta hier bij Gert. En Gert die zal mij vertellen hoe hij de coronatijd doorkomt. Sinds kort mogen wij dus met de deur op een kiertje open. En dat zien jullie al. Op deze manier mogen wij via bestellingen, het zij via de mail of via een belletje, kan de klant dus een artikel bestellen. En die kan, dan spreken we even af wanneer ze hem kunnen halen. Hè, mensen die komen hier gewoon meer voor het doelgericht. Dus dat scheelt al. De Handyman organisatie die heeft meer dan 1 miljoen artikelen, onderdelen, hebben ze dus in huis. En dat hebben we natuurlijk niet in de winkel. Een groot gedeelte hebben we in het magazijn in Breda. En we hebben een heel goed softwarepakket dat bijna elk apparaat kunnen wij tevoorschijn halen. En dan kunnen we dan het onderdeel vinden wat de klant dan nodig heeft. En dat bestellen wij dan en dan is het met een paar dagen in huis. Jullie zijn elke dag nog open? Ja, 6 dagen in de week. Maandagmiddag beginnen we om 12 uur. Maar voor de rest van de week zijn we alle dagen open. Voorlopig even van 9:30 tot 17:00. Half uurtje eerder gaan we dicht. Oh ja, trouwens, zaterdag moet ik even zeggen, dat is dus, zijn we tot 3 uur open. En dat heeft allemaal te maken met de corona. Ja, we hebben gelukkig een winkel waarbij je artikelen haalt die je niet overal kan krijgen. En ik vind het geweldig om klanten op die manier te kunnen helpen. Gert, we hebben een leuk gesprek gehad. Bedankt voor dit gesprek en ik wens je veel plezier en goede zaken verder. Hey, hartstikke bedankt. Jullie ook, hè?